Gebieden waar verkavelingsprojecten niet goed zijn uitgevoerd, hebben veel last gehad van wateroverlast. Minister Riad Noor Mohammed van Openbare Werken zegt dat in bepaalde gevallen er ook sprake is van verstopping van het ontwateringssysteem. Het ministerie van OW zal aan de slag gaan in deze gebieden om ze van dit probleem af te helpen. Feit is, de gebieden die laag gelegen zijn, die gaan we moeten verhelpen uit dit probleem. Ik ga een gek voorbeeld geven, neem de Margarietenlaan. Je weet, het is een gebied dat al jaar in jaar uit onder water loopt. Dat moet een keer opgelost worden. En wat we dus nu hebben is dat water langer dan 24 uur blijft hangen. En dat is waarop we moeten inspelen. Want de volksgezondheid, ziekte, plagen kunnen uitbreken. De voedselzekerheid gaat eraan. Dus dat is een verantwoordelijkheid van het ministerie van LVV. Ik denk dat we in dit land serieus onze instituten moeten gaan versterken. Want het was versterkt, maar afgelopen jaren verbroken. Voor klimaatonderzoek, early flood warning system, calamiteitenplannen, het NCCR is de instantie daarvoor. En daarin hebben we te weinig geïnvesteerd afgelopen jaar. Dus dit soort dingen moeten weer in place komen, waardoor er gehandeld kan worden. De bewindsman gaf aan dat het ministerie zich heeft georiënteerd in verschillende gebieden die blank zijn komen te liggen vanwege de zware regenval. Ja, we zijn naar heel veel gebieden geweest. Ik ga dit komende dagen weer een bezoek brengen aan gebieden die ik misschien niet eerder heb bezocht. Die ik wel ken, maar dat ga ik doen. En voor de rest gaat openbare werken door met het programma. We hebben net goedgekeurd, derde fase, om de problemen in woongebieden ook aan te pakken. Maar als het water hoog is, wil geen enkel ondernemer werken. Niemand wil met zijn poklijn gaan, want je ziet niet waar de weg is en waar het kanaal is. Dus we gaan wel wachten tot het water een beetje gezakt is. En natuurlijk, kijk, ik blijf het zeggen, achterstallig onderhoud van jaren los je niet de één dag op. Zoveel neerslag met een hoge waterstand, dat los je niet op. Dan moet je wachten tot het water zakt in de rivier, heb, dan kan je dus weer spillen. In elk geval, bij ons is het beleid vast dat we de komende jaren wel gaan investeren in ontwatering. Minister Riad Noor Mohammed van Openbare Werken vandaag voor aanvang van de raadsvergadering.